ons land is natuurlijk een soort negatief geworden van wat het was in de jaren 60. Hè. Toen was heel veel toegestaan, had je de seksuele revolutie. Met alle genoegens van dien. Er werd gerookt, er werd gebloot, er werd gedit, er werd gedat. Het was vrijheid, blijheid. En er was misschien ook iets te veel vrijheid, blijheid in onderwijskundige kringen. Want we hebben daarna wel een generatie opgevoed die nu zo'n beetje de backbone is geworden van de intolerante Nederlandse samenleving waarin alles maar verboden moet worden. En een van die dingen waar men dan op uit is, dat is op het verbieden van het roken. Maar waarom zit ik dit hele lulverhaal op te hangen? Omdat ik een kostelijk boekje in mijn kast heb staan, dat vind ik een must voor iedereen. En dat is het boek Rook doet leven van Martin van Amerongen. Ik wil heel graag een stukje uit zijn boek, een paar stukjes uit zijn boek, voorlezen. En het eerste is waar hij schrijft: rokers zijn de drop-outs van de samenleving. Gepest, beledigd en voortijdig doodverklaard. Zelfs de sigarenrokers, bewoners van de erehemel van het nicotinegenot. Waag het niet om op het televisiescherm een nette panatella te ontsteken. Dan ontsteekt op zijn beurt F. Nijpels te Utrecht, de voorzitter van de Nederlandse niet-rokersvereniging KEN, Clean Air Now, in onheilige woede en geeft je aan bij de niet-rokersgestapo. Deze F. Nijpels, 20 jaar geleden zelf nog een in tabaksrook wandelende zondaar, is een bekeerling. En het kenmerk van bekeerlingen is dat hun overijver hen met blindheid slaat. Zou F. Nijpels ook maar iets weten van de sociale geschiedenis van het tabaksgebruik? Zou hij zich realiseren dat het allemaal pure despoten waren die ons in de loop der eeuwen het roken probeerden te verbieden? De geëngageerde roker is niet geneigd zijn lusten te beteugelen, om het even welke sanctie hem of haar boven het hoofd hangt. Dus besloot de Turkse sultan Murat IV, die eveneens geen vriend van pijp, sigaar, sigaret, sjak, snuif en pruimtabak was, tot de radicaalste aller maatregelen. Hij sloeg de rokers het hoofd af. Dat hielp. Het zijn tamelijk antiquarische voorbeelden van kleurrijk despotisme. Er is echter één voorbeeld van een meer eigentijdse politicus voorhanden die niet minder rigoureus tegen de rokers onder zijn onderdanen is opgetreden. Ook hij was, zoals zoveel tabaksbestrijders, een renegaat. Hij ontwikkelde zich tot een succesvol staatsman die niet aarzelde zijn particuliere opvattingen over het rookgebruik tot een officieel onderdeel van de landspolitiek te maken. Een algeheel rookverbod ging hem vooralsnog te ver. Niettemin was onder zijn regime het roken in openbare ruimtes niet toegestaan. De tabaksreclame werd aan strenge directieven onderworpen. De voor de rookvijandelijke politiek verantwoordelijke politicus was, of wij het aangenaam vinden of niet, Adolf Hitler, rijkskanselier van het Nationaal Socialistische Duitsland. Nou, ik vind mensen die dus het roken verbieden en daar een echte heksenjacht van maken, die bevinden zich dus in slecht gezelschap. En om daar een beetje uit te komen, beveel ik van harte aan Martin van Amerongen, Rook doet leven, over het recht op een hedonistisch bestaan. Goed, na deze vrij uitgebreide behandeling van mijn vriend Martin van Amerongen, nog even een historisch boek. Pas geleden heb ik Lady of the English gelezen van Elizabeth Chadwick. En dat gaat over Mathilda. Mathilda, de moeder van de koning Hendrik II van Engeland. Eerst getrouwd met de Duitse keizer. Jong overleden, weduwe geworden. Daarna uitgehuwelijkd aan de hertog van Anjou. Door haar vader, die een zoon was. Zij is een kleindochter, meen ik, van William the Conqueror. Uiteindelijk heeft zij een burgeroorlog gevoerd samen met haar man om de Engelse troon. En het gevolg was, de burgeroorlog eindigde dat na het overlijden van koning Stephen, dat haar zoon Hendrik II de eerste Plantagenet op de Engelse troon kwam. Nou, voor wie houdt van intriges, middeleeuwse intriges,
moord, doodslag en dat soort zaken. Die zou ik dit boek van harte aanbevelen. Erg leuk geschreven. Het is voor mensen die van historische romans houden een aanbeveling. Evenals de boeken van meneer Bernard Cornwell. Bernard Cornwell is een historische veelschrijver. Hele series boeken heeft hij geschreven over de strijd tussen de Kelten en de Saksische invallers in Engeland. En daarna tussen de Saksen en de Kelten en de Vikingen. Hij heeft ook over andere historische tijden boeken geschreven. Het komt altijd bij Bernard Cornwell neer op moord, doodslag, incest, verkrachting, vrouwenroof. Het uitmoorden van het een en het ander, van dorpen en steden. En er is altijd een held die natuurlijk allerlei romantische avonturen beleeft. Die altijd weer net ontsnapt aan een verschrikkelijk einde, maar dan wel soms zijn vrouw verliest. Of die gaat het klooster in en dan wordt er weer een nieuwe dame ten tonele gevoerd. Het leest allemaal als een zonnetje. Het is geen hoogstaande literatuur. Het is geen W.F. Hermans, om nou maar eens wat te noemen. Maar het is wel kostelijk om in het vliegtuig te lezen als je naar een verre bestemming moet. Ik heb toevallig een boek Sword Song uit de serie, wat was het? The War Chronicles. En die gaan dan over de strijd tussen de Saksen en de Vikingen. Leuke vakantieliteratuur. En dan eindig ik met een klein stukje poëzie. Dat is het dierenalfabet van Theo van Baren en Gertrude Pape. Dat waren de mensen die in de oorlog het illegale in één oplage verschijnende blad De Schone Zakdoek lieten circuleren. Waaraan ook Kees Budding, een vriend van Theo en Gertrude, deelnam. En die Schone Zakdoek wordt overigens, die serie wordt, meen ik, weer heruitgegeven. Ik weet niet precies door wie en waar en wanneer, maar er is sprake van. Maar een paar jaar geleden heeft uitgeverij Lievense het dierenalfabet wat zij met hun niet in de Schone Zakdoek in originele staat, want dat was alleen maar, die verscheen alleen maar tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ze hebben later, dat heette de Clean Handkerchief Productions, hebben ze katernen gemaakt die ze uitgaven. En een van die katernen is dan een hommage aan Kees Budding, die natuurlijk in 1985 is overleden. En in 1987 is dit in 24 exemplaren originele katern verschenen met een dierenalfabet geïnspireerd op uiteraard de diergedichten en van Kees Budding. De ijskolibrie. De ijskolibrie moet ik nu zeggen. Aan het kindje wachtend op de wei vliegt zij tjilpende voorbij. Maar als de zon schijnt smelten zij en worden tot een kleffe brei. Dus het is een soort combinatie van Budding's diergedichten en gorgelrijmen. Ik zal er nog eentje. Het is ook leuk geïllustreerd. Ze hebben het zelf geïllustreerd. Dan heb je bijvoorbeeld de uilskuikendief. En de uilskuikendief, dit kind van Dickens en Daumier neemt alles wat u lief is mee. Ja, dus voor wie wat luchtige dingen wil lezen, de hommage aan Kees Budding voor Theo van Baren en Gertrude Papen. En dat was het boekenpraatje dan weer voor vandaag. Tot de volgende keer.